Hallo iedereen, leuk jullie kijken naar deze gloednieuwe video van mij. Mijn naam is Sester en zoals altijd heet ik jullie van harte welkom. Nou, het is 4:00 in de ochtend en ik ben op Schiphol. Jawel, Schiphol. En ik ga lekker met het vliegtuig naar Curaçao. Ik ben heel erg moe, het was een hele lange nacht geweest, want was bijna de hele nacht onderweg geweest om hier naartoe te komen. Maar ik ben vrij vroeg hier dus. Ik kan pas rond 5:30 inchecken, want in plaats van dat ik in de middag mijn vliegtuig zou pakken, is het verschoven naar de ochtend, rond 8:30 pas. En ja, dat is niet zo prettig om zo ontzettend vroeg hier te zijn. Maar we maken gewoon het beste van. En ik zie jullie dadelijk even terug. Tot straks. En we zijn vandaag aangekomen in Curaçao. Yay, het was een lange reis. 10 uur in dit vliegtuig gezeten. En eindelijk ben ik bij mijn B&B aangekomen. Mijn bread and breakfast. Dus laten we even een kijkje nemen naar hoe deze bread and breakfast eruit ziet. Want ik ben op dit moment de enige gast hier die hier verblijft in deze plek. Dus laten we even een kijkje nemen, ja? Dat was dus mijn B&B, dus eigenlijk heb ik deze plek helemaal voor mezelf alleen, technisch gezien, want er is voor de rest helemaal niemand anders. Ik heb de eigenaar ontmoet, hele vriendelijke mensen. Ik ben zelfs met één van die eigenaren een rondje gereden door Willemstad. Ja, dus ik heb een paar plekjes weten te vinden en er is vanavond een soort van evenement hier in Willemstad. We gaan dadelijk er even naar kijken, maar eerst ga ik uitvoeren wat ik voor de rest ga doen. Dus misschien eten of zo, of uitrusten, want het was een lange reis, dus maar we gaan het vanzelf eens even zien. Ik ga mezelf even lekker opfrissen, want ik zing nogal en ik zie jullie straks.
Wanneer ik op 2 juli van dit jaar arriveerde in Curaçao, merkte ik al op dat er veel auto- en motorrijders met de Curaçaose vlag rondreden over het hele eiland. Dit heeft te maken met het feit dat 2 juli een nationale feestdag is genaamd Dia de Himno y Bandera de Curaçao, wat in het papiaments dag van het volkslied en de vlag van Curaçao betekent. Wat ook kortweg Dia de Bandera, oftewel dag van de vlag, wordt genoemd. Op die dag viert Curaçao namelijk dat op 2 juli in het jaar 1951 de Eilandsraad, oftewel de voormalige Nederlandse Antillen, die sinds 10 oktober 2010 niet meer als staatkundige eenheid bestaat, maar gewoon als gebied genoemd wordt, bij elkaar kwamen. Maar het was pas in het jaar 1984 dat die dag in Curaçao werd uitgeroepen tot Dia de Bandera, of Dag van de Vlag. Waarbij het ook nog eens een officiële vrije dag is geworden waarop het land zijn onafhankelijkheid viert. Verder zijn er ook verschillende activiteiten in Willemstad, waaronder een muzikaal optreden op het Brionplein in het gebied Otrabanda. Maar voordat ik van de muzikale optredens kon genieten, besloot ik eerst maar eens een hapje te eten bij de Iguana Café in het gebied Punda. Ik bestelde voor het eerst een lokale stoofgerecht genaamd Carnistoba, een heerlijke runde stoofschotel. Maar je bent wel meer dan een paar uur in de keuken bezig om het klaar te maken. En nu is het tijd om lekker te genieten van de muziek tijdens Dia de Bandera. Tu pueblo, una forma, un patria estimar, y ser un ancaduchi, segura, podía más, un solo Utaquima. Su playa natural, cual sol mi lucidera, un tipo nuestra forma, un pueblo con su lengua, con ser chicada pura azul. Vous avez une chanson qui va y aller avec le sentiment de patriotisme. Et c'est donc. Oh,
En dat was zo'n beetje de video van mijn eerste dag in Curaçao. Als je op zoek bent naar een plek in Willemstad die dicht bij het centrum ligt, niet te duur is en waar je elke ochtend ontbijt krijgt, persoonlijk afgeleverd door de eigenaar, dan is Turquoise B&B de plek waar ik verbleef zeker wat voor jou. Ik zet een linkje in de beschrijving zodat jullie deze B&B kunnen boeken en ik kan eerlijk zeggen dat ik zelf heel tevreden ben met wat ik gekregen heb tijdens mijn verblijf. Geen zorgen, meer video's van mijn vakantie zullen zonder twijfel volgen. Dus zorg dat je deze video een duim omhoog geeft, abonneert op mijn YouTube kanaal en de bel-icoon aanklikt, zodat je geen enkele video mist. Tot de volgende keer!